jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik voor jullie weer een keertje een make-up routine opnemen. Een make-up routine houdt in dat ik jullie ga laten zien hoe ik eigenlijk dagelijks mijn make-up doe. Ben jij benieuwd naar deze video? Blijf dan zeker verder kijken. Als je trouwens nog niet geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal en je wilt meer van dit soort video's zien of andere soort video's die ik maak, abonneer dan zeker op mijn YouTube kanaal door op de rode abonneerknop te drukken. Lijkt me superleuk als je lid wordt van onze kleine familie. Ik heb trouwens ook eventjes de camera weer ingezoomd, zodat jullie ook meer kunnen zien wat ik allemaal op mijn gezicht smeer. Even een kleine disclaimer. Ik ben geen professional make-up artist. Op zich zou ik dat best wel graag willen zijn, want ik vind make-up echt superleuk om te doen. En ik geniet er gewoon eigenlijk elke keer van als ik weer iets nieuws probeer of wat dan ook. Dus ik ben het niet, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om make-up te doen. Wat ik eigenlijk altijd eerst doe, is wat vaseline op mijn lippen aanbrengen. En waarom ik dit doe, is omdat mijn lippen van nature best wel droog zijn. En dat vind ik niet zo fijn. Wat ik dan meestal als stap 2 doe, is wat micellair water met een watje over mijn gezicht aanbrengen. Maar dit heb ik net al gedaan voordat ik de video opnam. Dus daarom doe ik het nu eventjes niet. Maar meestal doe ik dit anders wel. En deze gebruik ik. Ik gebruik deze micellair water van Garnier. Deze vind ik echt geweldig. En ik heb voor de gevoelige huid dan stap 3. En dat is namelijk een dagcreme. Dan gaan we door met stap 4. En dat is echt de make-up aanbrengen. Soms verschilt het nog wel eens. Soms doe ik alleen concealer. Soms doe ik een beetje foundation. Maar ik doe nooit echt een hele plamuurlaag. Want voor school of zo, dan vind ik dat niet echt nodig. Maar als jij dat wel fijn vindt, dan moet je dat zeker doen. Je moet gewoon doen wat jij fijn vindt. Maar meestal doe ik gewoon een klein beetje concealer op mijn gezicht. Dus dat ga ik nu doen. Ik gebruik altijd een concealer van Catrice. Dan heb ik mijn concealer aangebracht. En dan gaan we door om het natuurlijk iets matter te maken. En zodat het er wat langer op blijft en langer mooier op blijft, gebruik ik altijd een poeder. En ik gebruik meestal een poeder alweer van Catrice. Dan gaan we door met de volgende stap. En dat is namelijk mijn wenkbrauwen. Ik vind wenkbrauwen best wel belangrijk. Nu vind ik het mooi om gewoon een klein beetje mijn wenkbrauwen in te vullen. Ik ben altijd best wel snel met wenkbrauwen, want ik vind het wel belangrijk om het mooi uit te laten zien, maar ik ben niet zo van dat ik daar het allerlangst mee bezig ben. Dus ik gebruik weer iets van Catrice, namelijk dit eyebrow setje van Catrice. Volgende stap is een klein beetje oogschaduw. Dit doe ik de laatste tijd wel vaker. Dus wat ik dan doe is ik pak een oogschaduwkastje en ik heb dit oogschaduwkastje van een setje van Bougie Shop. En wat ik meestal gewoon een beetje doe, is ik pak een bruin tintje. Een van mijn favorieten zijn bijvoorbeeld deze, of die, of die, of die. En dan doe ik eigenlijk gewoon heel simpel. Ik ga vandaag voor dit kleurtje. Doe ik gewoon een klein beetje van op mijn kwast. En dat breng ik dan gewoon op mijn ooglid aan. Dus meestal doe ik het iets hoger. Dus in de crease vind ik het heel erg mooi. En dat is eigenlijk een beetje dan wat ik gewoon doe. Als ik dat gedaan heb, dan ga ik of naar de mascara toe, of dan ga ik beginnen met de bronzer en de highlighter. Soms verschilt het een beetje qua stappen, maar ja, boeien. Voor bronzen gebruik ik altijd deze kwast van de HEMA. En het heeft gewoon een goede vorm, zodat het gewoon zo goed het opbrengt. Eigenlijk gebruik ik altijd een contour kitje van de Primark. Vraag me ook niet waarom, maar ik heb het ooit een keer gekregen. En ik dacht, nou ja, ik ga dit gewoon een keer uittesten. Want ik vind het altijd moeilijk om de juiste kleur voor je huid te vinden. En nou ja, deze drie kleuren zitten erin. Maar ik gebruik eigenlijk altijd de middelste. En eigenlijk zie je op camera nu dat er eigenlijk niet zoveel op zit. Maar in het echt zie je wel dat er iets op zit. Dus als ik nu in de spiegel kijk, dan denk ik van nou ja, er zit wel wat op. Maar meestal pak ik ook mijn kaaklijn een beetje mee, zodat die ook iets meer gevormd lijkt. Dan gaan we door met een van de leukste stappen, vind ik zelf. Dat is namelijk... Tadaa! Oh.
highlighter. En ik gebruik meestal de laatste tijd dit paletje van Sleek. Eigenlijk gebruik ik altijd deze en af en toe deze. Daarvoor gebruik ik een of andere random kwast. Als ik naar school ga of zo, vind ik het gewoon wel mooi dat ja, gewoon een beetje wat natuurlijk lijkt. En meestal doe ik ook wat op mijn neus. Vind ik ook altijd wel mooi. Het is altijd een beetje glans. En dan gaan we naar mascara. Mascara vind ik heel erg belangrijk om aan te brengen. Omdat ik vind dat dat gewoon zo'n andere blik geeft in je gezicht. Ik gebruik de laatste tijd deze Kiss and Curl mascara van Douglas. Dus nu zit de mascara erop. En het jammere is dat omdat ik een bril heb, dan zie je gewoon veel minder de mascara. Dus dat is een beetje een nadeel. En dan de allerlaatste stap. En dat is namelijk een lipkleurtje. En wat ik soms wel eens leuk vind om te doen, is gewoon een klein beetje van deze MAC lipstick op mijn lippen te doen. En dit is Velvet Teddy. Dit is mijn all-time favorite lipkleur. En dan vind ik het erg mooi om een gloss eroverheen te doen. Ik gebruik vaak deze B lipgloss. Deze is van de HEMA. Deze vind ik echt super fijn. En soms vind ik het ook gewoon fijn om niet zo'n lipkleurtje aan te brengen. En alleen een beetje een gloss overheen te doen. En dan is eigenlijk dit de make-up look. Video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal door op de rode abonneerknop hier beneden te drukken. Daar zijn we erg blij mee maken. En ja, ik weet het, je kan misschien niet zo goed zien op camera dat ik echt veel op mijn gezicht heb en waarschijnlijk zal ik daar vast ook wel reacties over krijgen. Maar dat komt omdat het gewoon altijd anders is op camera dan als je me in het echt ziet. Laat me zeker weten of jij het leuk vindt om make-up te dragen. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei doei!